Dat het leren een beetje voor de toets van volgende week. Oh ja, gaat goed. Ik ken het eigenlijk bijna allemaal al. Ik snap niks van deze wiskundesom, joh. Dus het is makkelijk. Is het niet makkelijk? Ja? Ik snap er echt niks van. Ik kan er helemaal niks van hangen. Bij jou komt het uiteindelijk altijd wel goed, toch? Ja, dat is waar. Gaat wel lukken. Doorzitten. Je mag de hele baan gebruiken hoor, als je dat makkelijker vindt. Ga je doorzitten? Hey, jij kan mijn pa toch wel binnenkort verzorgen als ik weg ben? Oh, tuurlijk. Kan ik er ook lekker op rijden? Geen probleem, als je maar wel kunt verzorgen. Ja, nee. Komt wel goed. Het was spannend wat je allemaal gaat doen. Ja, ik kijk er al het hele jaar naar uit. Het zal best, iedereen die is zo loers op je. Ja, dat geloof ik best wel. Maar ik ga er weer vandoor. Ik spreek je, ja? Oké, is goed. Doei. Hey man. Alles goed? Prima. Okay. Hey Mark, ga je nog wat doen van het weekend? Ja, ik heb nog wat huiswerk liggen. Huiswerk? Je moet wat vaker uitgaan, man. Ga een keer mee met ons. Dat wil ik toch niet. Hij is in love with Lisa, weet je nog? Oh ja, Lisa. Natuurlijk wel een hele leuke meid. Maar dan maak je daar eens werk van. Ja, ik ben al mee bezig, toch? Bezig? Gast, je bent al sinds de basisschool verliefd op. Wanneer maak je nou zo'n move, man? Ja, voordat je date gaat ze met een ander vandoor. Speaking about the devil, kijk wie daar kan lopen. Hey Lisa. Hey, beautiful. Lekker origineel, Ronald. Ik denk dat het nepengels nog steeds leuk is van je. Maar goed, ik kom jullie uitnodigen voor een verjaardagfeestje aankomende zaterdag. Oké, waar is het feestje dan? Gewoon bij mij thuis. En het wordt druk en gezellig. Zeker met je ouders eens oppas, of niet? Nee hoor, die zijn zelf ook naar een verjaardag toe. Ik heb dus het huis voor mezelf. Echt? Je ouders gaan weg. Hoe krijg je dat dan voor elkaar? Tja, nog gewoon. Nou, kom zeker. Mark, kom jij ook? Ik moet nog even kijken hoe ik met mijn huiswerk zit. Huiswerk, gast. Er is tijd voor studeren en een tijd voor feesten. Zaterdag is tijd voor een feestje. Ja, ik kom ook. Ja. Mooi, dat is dan afgesproken. Ik heb jullie nu wel goed. Doei. Zo, je maakt er wel werk van, de meid. Ja man, vanavond moet echt leuk worden. De komende tijd heb ik geen tijd meer voor feestjes. Hey, vanavond heb ik het feest met mijn vrienden. Je mag blijven. Maar hij gaat niet de hele avond lopen te gamen, hoor je me? Nee, zeur niet zo. Ik ben bezig. Ik ken je toch en trek even wat normaals aan. Ja, doe ik zo meteen. Laat me nu wel met rust. Ik word helemaal gek van Roy. Maak je niet druk, schatje. Het komt allemaal goed. Nou, mam, straks heb ik geen tijd meer voor mijn vrienden. Daar kies je zelf voor, hè? Je studie en je reis naar Australië. Ja, dat weet ik. Dus vanavond ook nog een echt laatste feest. Vanavond ga ik het zeggen. Dat ik echt voor je voel. Gedraag je je wel vandaag of laat je het huis heel alsjeblieft? Ja mam, ik heb toch al gezegd dat we er geen pijn van gaan maken. Goed zo, ja maar je weet hoe je vader is hè? Ja weet ik, maar gaan jullie zo? Ik moet nog een hoop doen voor vanavond. Ja, ik ga zo. En denk erom, geen sterke drank hè, alsjeblieft. Nee, komt goed, iedereen weet het al. Oh, daar is je vader. Ik moet gaan. Dag schat, je hebt het nummer van Monique zoals ze dat is. Ja mam, ik heb ook het nummer van de brandweerpolitie en ambulance. Ja, alsjeblieft, je weet dat ik mag me toch wel een beetje zorgen om je maken. Ja, ik ook voor jou. Dag mam. Dag lieverd. Zo Mark, ben je in het feest vanavond? Oh ja, op zich wel. Jezus, waar blijft die gast nou man? Tijd is tijd, met hem weet je het nooit. Ja, het duurt altijd even met hem. Hey man,
Hey. Waar was je nou, man? 8 uur hadden we afgesproken, toch? Ah ja, rustig aan, man. Ik moest even nog wat doen. Heb je nou drank meegenomen? Rustig, man. Het is gewoon voor na het feest. Wij mogen toch helemaal geen sterke drank meer nemen? Nee, stelen mag ook niet. Rustig, man. Jezus. Soms? Nou ja, laat ook maar. Heb je die Ronald eigenlijk ook uitgenodigd? Ik vind hem best wel knap. Dat meen je niet. Hij denkt dat hij interessant is met die Engelse clichés. Dat valt wel mee hoor. Het is ook niet echt een vriend van mij. Maar als ik hem niet had uitgenodigd, kwamen Mark en René ook niet. Ja, René is wel leuk. Maar Mark, ik vind hem een beetje een watje hoor. Nee, Mark is aardig. Hij helpt me altijd met mijn huiswerk als ik dingen niet snap. En is er meer tussen jullie dan alleen huiswerk? Nee, doe normaal zeg. Ik zie hem als een broertje. Niet meer. Nou, hij kijkt anders wel de hele tijd naar je. Hij wil me gewoon beschermen. Hij is aardig. Hey, waar ken je Lisa van? Hey, ze zit bij mij op school. Ze is een van mijn beste vriendinnen. Echt? Ik heb het nog nooit gezien in pauze. Oh, we zijn elke pauze samen. Ziet er wel mooi uit. Dank je. Kom op, man, doordrinken. Oh nee, bedankt. Ik heb nog. Hé hey, man, houd het voor op zo niet zo. Drink op. Hey, Mark. Maar vertel Lisa nu eens echt wat je voor voelt. Ja, ik wacht even het goede moment dan. Ja, moment? Kom op, het is your moment. Go for it, man. Hey, Lisa. Ik wil je wat vragen. Ja? Mag ik even naar het toilet? Ja, natuurlijk mag dat. Wat een sukkeltje. Hou op, hij is gewoon anders dan de rest. Fuck. Hey, Mark, wat was dat nou, man? Ik weet het. Ik stond voor haar. Ik kreeg er geen woord uit. Ja, ze wordt natuurlijk niks vanavond. Ja, maar ik maak haar toch zo naar huis. Wat? Nee. Het is bijna vakantie, Mark. En dan? Weet je wat? Vraag hem eens even of ze met je mee loopt naar buiten. Hey, man, wat was dat nou ineens? Yo, what the fuck, gast? Nu of niet? Kom op, moet je niet mee. Ja, laat me maar, oké? Okay? Nee, dat doen we niet. Ze kijkt dit naar de man. Ga ervoor. Straks is het niet wederzijds. Kom op, man. Wil je naar scoren of niet? Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Wat dacht je van de waarheid? De gevoel? Ja, ja, kan ik zo wel doen. Ik ga even naar de wc. Hé hey man, ik heb wel iets voor je waarmee je leg kan krijgen. Wat is dat? Gewoon een paddenkulletje, rustig man. Ja, nee, bedankt, ik hoef geen drugs. Kom op man, rustig maar. Krijg je gewoon meer lef van. Yo, what the fuck man, stop weg die shit. Straks zie ik iemand dat je dat bij hebt. Ja, rustig man, het is gewoon een onschuldig pilletje. Ja, ik ook, ik kan beter weg doen. Ja. Hé, hey, Mark, ga even naar Lisa toe. Er zit nu al een ander baard te slijmen. Ja, ja, ik moet eerst even naar het toilet. Mijn type is het niet. Ik ga voor type René. Ik heb nog één voor type even. Ik ga dit schooljaar afmaken en daarna heb ik grootste plannen. Grootste plannen? Ga je miljonair strikken of zo? Doe normaal zeg. Nee, ik ga zo meteen voor 6 weken naar Australië. Australië? Wow. Maar waarom en hoezo? Nou, mijn vader dus heeft een hele grote paardenfokkerij daar. Oh, wat gaaf zeg. Ja, ik ga daar 6 weken heen. Werken en gratis paardrijden natuurlijk. Dat klinkt echt leuk, ja. Ik weet hoeveel je houdt van paardrijden. Ja, je doet het al sinds je klein was.
don't always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. Mark, wat is er met je? Hoe gaat het wel? Wat is er gebeurd? Meneer, kunt u 112 bellen? Daar heb ik nu geen tijd voor hoor. Hij zal wel dronken zijn. Gewoon naar huis brengen en zijn roepen laten uitslapen. Nee, er is meer aan de hand, dat zie ik toch? Kunt u alsjeblieft bellen? Ik heb mijn telefoon niet bij me. Ik zei toch, ik heb geen tijd. Kinderen en drank gaan ook niet samen, dat zie je maar weer. Mark! Mark! Sta op! Wie ben je? Wat moet je? Laat me met rust! Mark! Mark, wacht! Mark, wacht! Laat me los! Kom, leg die bloemen neer. Gebeurt, gebeurt. Ga verder met ons leven.